En sneeuw, Oostenrijk, is die sfeer anders dan in Nederland? Ja, je merkt wel dat de mensen... Ja, ze zijn echt uit. Weet je wel, in Nederland als je vraagt... mensen, kom even die handen zingen van mee, gezellig. En dan doet meestal de helft mee. En hier is iedereen gewoon in een feeststemming. En er is het helemaal booming en iedereen doet mee. Je hoeft het maar te vragen en het is feest. Dus je merkt wel verschil dat de mensen echt wel vakantie hebben en zin in een feestje hebben. Ik doe van alles. Ik doe bedrijfsfeesten, privéfeesten, cafés, eigenlijk alles, bruiloften. En op het moment heb ik een... nieuwe single gemaakt net met Def Rhymes. Dus daar gaan we binnenkort het land mee in. Dus een feestplaat. Dus ja, allemaal leuk. Die hebben we hier ook al eens gehad in de sneeuw, hè, Def Rhymes? Ja, dat geloof ik. Ja, want twee weken geleden was die hier ook nog inderdaad. En we hebben gewoon een leuke plaat opgenomen. Die gaat begin april komen. Dus die plaat die gaat eigenlijk nergens over. Want zo gaat dat met Def, laten we eerlijk zijn. Nee, het is Hooray van Boney M. En die hebben we helemaal Nederlandstalig een beetje modern gemaakt. En die heet nou, hoe heet die nou eigenlijk? Ik weet niet eens hoe die heet. Maar die hebben dus helemaal leuk feest gemaakt. En de samenwerking is tot stand gekomen omdat we allebei in dezelfde studio opnemen. Dus we kwamen elkaar tegen en toen hebben we maar gewoon de stoute schoen aangetrokken en gevraagd of hij met me mee wilde doen. En dat vond hij een leuk idee. Dus dat is in Driel van Galaga, van Marco. Ik weet niet of Galaga nog ken van vroeger, de DJ. Ja, die heeft inmiddels, hij draait nog steeds, maar die heeft inmiddels een echt een goede studio. Ik ben er erg blij mee en hij zit vlak in de buurt ook nog eens, dus dat is altijd makkelijk.